We kijken naar de warenwet en de warenwet is vanuit de overheid voorgeschreven. En dat wil zeggen dat ook de overheid zich natuurlijk bemoeit met de gezondheid en het gebruik van levensmiddelen, dat soort zaken. Dus vanuit de overheid voorgeschreven. En in de warenwet, daar staan een aantal dingen. Inhoud van de warenwet. De inhoud, het gaat in ieder geval over de veiligheid van voedsel bijvoorbeeld. Veiligheid van voedsel. Van voedsel. En het gaat er met name om dat de gezondheid van de burgers wordt gewaarborgd. En het mag natuurlijk geen gevaar zijn voor voor de volksgezondheid. Zo kun je het beste omschrijven. En sommige producten of sommige ingrediënten mogen simpelweg niet verkocht worden. Sommige producten mogen niet verkocht worden. En de warenwet let ook op dat bijvoorbeeld bij restaurants op een verantwoorde manier wordt gekookt. En dan gaat het met name om hoe de ingrediënten worden gebruikt, hoe die worden opgeslagen of de keuken schoon genoeg is, zodat er geen infecties of andere zaken kunnen worden, waar mensen ziek van kunnen worden. Dit geldt niet alleen voor levensmiddelen, dit geldt ook voor bijvoorbeeld speelgoed, dat er niet te veel schadelijke chemicaliën in het speelgoed zitten en andere zaken. En de instantie die dit allemaal controleert, die heeft ook een aparte naam, dat is de voedsel- en warenautoriteit. En die controleren dus of de producten veilig zijn en of het op een juiste manier wordt bereid, of de ingrediënten deugdelijk zijn. En ook of dat allemaal klopt, dat is wat de Voedsel- en Warenautoriteit doet. Die voeren dus eigenlijk de warenwet uit en die controleren of de warenwet wordt nageleefd. Nou, de warenwet is vanuit de overheid voorgeschreven en het gaat om de veiligheid van voedsel, maar ook speelgoed, elektronica, dat soort zaken. Het gaat om de gezondheid en dus ook de volksgezondheid. Sommige producten die te schadelijk zijn of waar dubieuze ingrediënten in zitten, mogen niet verkocht worden. En ook restaurants worden gecontroleerd of ze op de juiste manier het eten bereiden en of het niet bedorven is, of de keuken schoon is, dat soort zaken. Nou, de instantie die dat allemaal controleert is de Voedsel- en Warenautoriteit. Zij leven de warenwet dus na.